Hallo mensen van Ranske, welkom bij een nieuwe aflevering Formule 1 2017. Vandaag zijn we in Hongarije. Ja, ik zie dat ik ook 1119 resource points heb, dus die kan ik op zich wel wat gaan gebruiken. De chassis of de downforce? Best misschien de downforce? Laat ik deze hier kopen. Yeah, develop. En dan moet hij binnen een week of zo klaar zijn. Maar het is tijd voor de practice. Oké, jongens, dit is de uitslag van de fucking practice. Het leek gewoon op niets. Ik word er echt spontaan boos van. Moet je eens kijken naar welke tijd ik maar kan rijden. Ik wil hier gewoon weg. Sorry jongens voor dat straks, maar ik werd wat boos. Omdat ik wat slechte tijden reed en al zo. Dus ja, maar in ieder geval, ik neem die gewoon mee op die eerste lap, zoals ik altijd doe in de kwalificatie. En dan zullen we wel zien hoe het allemaal loopt. Met hier al gewoon, ja, er is nog het einde van de laatste lap, dus die mag ik nog rustig rijden. Dit is totaal mijn track gewoon niet. Ik rij hier zo slecht. Het snelste wat ik rij is een 1.23.8 of zo, denk ik dat ik gereden heb. Maar in ieder geval, we beginnen gewoon aan met een redelijk lang stuk vooruit hier. Waarop gevolgd een redelijk scherpe bocht. Waar we heel wijd gaan. Kimi Räikkönen zet even ook de snelste tijd. Hier een stuk waar we vol gas kunnen geven. En hier moeten we heel goed opletten bij de aankomende bocht. Want deze is heel gevaarlijk. Want die kan hier heel wijd gaan, zoals ik nu doe. Deze is dan ook een waar hij heel wijd kan gaan. Dit is echt een slechte lap tot nu toe al van mij. Maar hier hebben we een chicane. Waar we moeten opletten. Als we hem afsnijden, is het denk ik niet echt in je voordeel. Hier kom op een stuk waar je zo op moet letten. Want je moet snel rijden, maar tegelijkertijd moet je ook opletten dat je niet te wijd gaat in de bochten. Ik zie dat we nu al 2 seconden trager waren dan Vettel. En Vettel is intussen de nieuwe snelste man. Dan hebben we hier onze laatste bocht. Maar ik zal er gewoon een nieuwe ronde tegenaan plakken en hopelijk verbeteren we die. Een 1.22, dat is mijn nieuwe snelste tijd dan ooit. 1.22.8 of zoiets. Maar het kan ook zijn dat ik het ooit al sneller heb gereden hoor. Dat durf ik. Ik durf er gewoon niks op plakken. En hoe snel ik het al gereden heb. We lopen wel achter Hulkenberg. Voorlopig nog steeds 12e plaats. Ben ik dan laatste van alle renpiloten die al gereden hebben? Grosjean is 6e, hoe kan ik? Ik ben gewoon traagste. Zie je hoe slecht ik hier ben in dit parcours? Ik zal waarschijnlijk een van de laatste eindigen en dan zal ik er gewoon een nieuw setje op zetten. Allee, een nieuwe keersenlok en al, want dan kan ik die penalties overlopen. Ook even een nieuwe supersoft selecteren, misschien dat wat helpt. En hopen op een goede lap dan, hè. Ja, dit wordt hem niet. We hebben nog 38 seconden. Oké, ja. 16e ben ik. Ja, dan neem ik wel penalties hoor. En na een paar slechte kwalificaties kunnen we gewoon de penalties er nemen en kunnen we gewoon dit doen. The starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion. And it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have Raikkonen, Ricciardo, Max Verstappen, and Perez, Grosjean, Kvyat, Bottas, and Fernando Alonso, Ocon, Hülkenberg, Carlos Sainz, and Palmer, Massa, Van Dorn, Lance Stroll, and Marcus Ericsson, Wehrlein, and a Haas rounds off the grid. Daar staan we dan helemaal achteraan. Even kijken naar de race strategy die ze ons voorstellen. Ja, dat vind ik. Ik ga akkoord. Even kijken of ik niet wat. Het ziet er naar uit dat het gaat regenen. Dat moet wel goed zijn. Dus dit is mijn strategy.
Dan staan we hier dan helemaal van achter op de laatste plaats. En 5 rode lichten en we zijn gestart. Een redelijk start. We blijven wel laatst. Misschien kunnen we hier al direct Ericsson gaan inhalen. Maar we moeten er snel aan beginnen. We moeten vertijdig beginnen aan die inhaler van race. Dus we gaan hier heel laat breken. En dan komen we hier ergens op een 17e plaats nu uit. Van Doorn achter ons. Stroll voor ons. Hier kunnen we misschien nog langs de binnenkant van Stroll gaan. En dan zijn we voorlopig 16e. Dus dat is al een zeer goed start. Oh, we gaan hier even van track. Oh, Massa wordt wat opgehouden. We kunnen hier misschien... Oh, we raken Massa een klein beetje aan. Is onze frontwing gedamaged? Nee, dat is hij niet. Opletten hier bij de chicane. Dit is echt zo'n lastig en moeilijk parcours, vind ik. Oké, DRS is enabled. We rijden nu in 1.27. Wij krijgen blijkbaar geen DRS. Oké, Stroll is hier nu een move aan het maken op ons. Of ja, probeerde even. Kreeg even een kijkje aan onze binnenkant. Er staat daar iemand langs de kant. Wie was dat? Felipe Massa. Felipe Massa is uit de race. Alonso heeft ook een probleem met zijn auto. Pascal Wehrlein is ook uit de race. Regen wordt verwacht in zoveel paar minuten. Oké, wanneer gaan ze hun move proberen? En ik kom ook totaal niet dichter bij andere mensen. Ik krijg echt super slecht. Misschien staat het niveau een beetje te hoog voor mij, ik weet het niet. Oké, we komen wel steeds een beetje dichter op Alonso. Hele vlag, er staat daar iemand langs de kant. Het is Ricciardo, dacht ik gezien te hebben. We rijden voorlopig 11 laps, we rijden voorlopig 13. Stroll gaat hier een move proberen, dat is echt alleen maar voor mij. Ik moet hem wel die ruimte. En dat maakt het heel kut voor mij, maar hij moet achter me aan. Ja, hij zit nu vlak in mijn aan. Op Perez ging hier heel wijd achter. Perez, die doet me heel uit mijn concentratie gaan. Dit is echt een super slechte race tot nu toe van mij. Perez gaat weer wijd. Ik had daar straks hoop dat we heel dicht bij Alonso zouden geraken, maar mijn hoop is weg, want we kwamen wel even heel dicht bij Alonso. Maar nu zijn we hem totaal verloren en terwijl onze Haas auto veel sneller is dan McLaren. Alonso is in de pits. Ja, Stroll komt ons in alle. Het begint ook te regenen. Maar ik zal nog even doorgaan op deze mediums. Teammate is in de pits. Misschien moeten we de volgende lap in de pits gaan. Kijk, en er komen heel veel piloten uit. Pits nu, zoals Ocon nu. De DRS is ook af, we zijn ook op dit moment 10e. Ocon kwam net uit de pits, maar heeft er nieuwe mediums op geplaatst. Maar ik ga in ieder geval nog een paar rondes. Ja, ze willen strategy change doen, dus ik ga hem accepteren als hij intermediates voorstelt. Ja, ik ga voor deze gaan. Je ziet dat het echt begint te glibberen, dus dan gaan we nog één ronde door op die mediums, normaal gezien. Want ik denk dat Grosjean nu binnen moet komen, omdat hij first driver is en ik niet. Ik moet nog één lap doen. Het kan ook gewoon mijn nekken, nee, dat mijn team dit me aandoet. Als ik nog één... Kijk, Verstappen rijdt al op die intermediates en ik rijd zo gewoon overal weg. Palmer rijdt wel ook nog op
op de soft. Opletten voor Verstappen die. Oh my god, Verstappen, wat doe je gevaarlijk? Valtteri Bottas is uit de race. Ik kan hier niet normaal vooruit gaan, zo moeilijk is het. Hallo Bottas. Oh my god, ik glij er nog eentje uit. Oké, mag eindelijk de pit zijn. Snel nieuwe banden erop plaatsen, dank u, dank u. Voorlopig nog steeds 9e, worden we nu 11e. Na Sainz. Zal er nog iemand aankomen? Wie komt daaraan? Het is Alonso, dus dan hebben we hem ingehaald. Stroll is voor ons, wat? Heeft hij een undercut gedaan of zo? Wow, wie staat daar langs de kant? Was dat weer Sergio Perez? Alonso zit echt in onze nek nu. Wij zitten nog een seconde, 0,4 achter op Stroll. Terwijl we daar straks 4 seconden achter zaten of zo. Dus op dat vlak doen we het wel goed. Maar op vlak van Alonso, die blijft echt in onze nek. Okay, we zitten nu wel heel dicht bij Stroll. Alonso zit ook nog steeds achter ons. Gewoon het spoor van Stroll volgen. Dan kunnen we hier normaal, misschien met wat slipstream hem inhalen. We zitten al op Rich Mix. Oké, Stroll knalt nog van ons weg. Kunnen we hier misschien langs de binnenkant van Stroll gaan? Ja, dat kunnen we. Hij zit wel nog steeds aan onze buitenkant, maar dan zit hij achter ons en dan hebben we Stroll ingehaald. En gelukkig maar, want dat was een heel belangrijke move. Want Stroll hield ons soms alleen op het einde wel wat op. Hopelijk kunnen we er nu van wegknallen, ik betwijfel het. Maar ik hoop het wel. Voorlopig zitten we 3,5 seconden achter Sainz. En zitten we al 2,9 seconden van Alonso weg. Kijk, ik wil graag Sainz nog bijhalen. Maar het is al mooi dat we hier op een 10e plaats zitten. Ik had het zeker niet verwacht. Alonso komt stilletjes dichter bij ons. Langzaam maar zeker komen we dichter bij Sainz. Alonso kruipt stiekem mee in ons zog. Alleen niet in ons zog, maar hij verliest geen tijd. Dus hij kruipt ook stiekem dichter bij Sainz. Kijk, daar, het is nu nog maar 2 seconden het verschil op Sainz. Ik denk dat Palmer daarvoor rijdt. 2,5 het verschil met Alonso. Ik hoop dat het Hulkenberg is. En dat we een betere lap kunnen rijden dan Hulkenberg. Er staat daar weer iemand langs de kant. Wie is het deze keer? Ricciardo alweer. Alweer Ricciardo. Die heeft nu al voor de tweede keer pech in deze race. Sainz probeert op Palmer een move te maken, maar het lukt hem niet echt. En daardoor kunnen wij steeds dichter en dichter komen. Teammate is in de pits. Dus dan moeten wij normaal een ronde later. Oh, we kunnen net Sainz niet inhalen. Hopelijk kunnen we dichter kruipen bij Palmer. Ik moet deze lap in de pit, zie ik. Ik zie dat Alonso ook in de pits is, maar ik hoop maar dat hij niet een undercut kan bouwen op ons. Er komt een faster car aan, dus misschien als we dicht genoeg bij Palmer kunnen zijn, dat we daarvan kunnen profiteren. Het is waarschijnlijk Hamilton of Vettel die eraan komt, of Raikkonen. Bottas zal het niet zijn, want Bottas heeft al eens pech gehad. Oh, Palmer. Palmer gaat heel traag. Wij moeten hier toch de pits in. En Palmer waarschijnlijk ook. En dat is echt. We hebben Palmer ingehaald in de pits. Ik weet dat het eigenlijk niet mag, maar. Onze frontwing is nu wel wat gedamaged. Dus dat is wel een nadeel, maar we hebben wel Palmer ingehaald. In de pits.
En hopelijk haalt hij ons hier nu niet in, hè? Anders is het echt helemaal aan de tering. Ja, en we hebben een veel beter pit dan Palmer, zie ik. Wel, veel beter is ook niet echt iets, hè. Hulkenberg heet hier nu voor ons. Maar het is weer Sainz die voor ons aankomt sluiten. Maar een echte undercut heeft hij zelf niet echt gehaald, hè. We zitten weer redelijk dicht in zijn zog. Palmer is achter ons, daar moeten we ons voorlopig geen zorgen om maken, want die ging super traag daar straks. Sainz is misschien ook wel nog iemand die we moeten kunnen inhalen. Sainz rijdt ook weer weg van ons ofzo, nu dat ik een standaard mix. Ik denk niet dat we nog Sainz zullen inhalen. Als ik het zo zie, rijdt hij niet veel weg van ons, maar we komen er ook niet dichter op en we verliezen zelf een honderdste dat ik nu zie. Dus ik zal blij zijn als we op deze 9e plaats kunnen blijven. Misschien gaan we nog ingehaald worden door iemand. Wie weet. 2 seconden zitten we intussen al achter Sainz. Dus of het is omdat hij een betere auto heeft op deze track. Of hij rijdt gewoon veel beter. Waarschijnlijk alle twee. Het is Vettel die eraan komt. We zijn hier bezig aan onze laatste lap. En ja, ik zeg laatste lap omdat Vettel voor ons rijdt en die rijdt nu eigenlijk de laatste lap. Dus wij zijn ook bezig aan de laatste lap, aangezien we erachter rijden. Maar het ziet er naar uit dat we 9e gaan worden. Dus dat zijn dan weer 2 punten. De Pocket Grosjean zal ook eigenlijk wel goed eindigen, denk ik. 6e, 5e misschien. Dus dat zijn veel punten voor Haas binnen. En we worden 9e. Dus dat was wel een best goede race. Maar ja, als je ziet vanuit welke positie ik kwam, 20e plaats, word ik waarschijnlijk driver of the day weer. Vettel voor Hamilton en voor Raikkonen. Dan zie je Vettel, Hamilton, Raikkonen, Verstappen, Grosjean, die haalt 10 punten binnen. Ocon, Hulkenberg, Sainz en dan ik op een 9e plaats. En ik ben weer driver of the day. Maar als je ziet dat mijn snelste lap echt 1,26,7 is, terwijl zelf Van Doorn beter doet. In de standing staan we 8e. Dan zie je wel dat Perez heel dicht komt. Grosjean komt ook langzaamaan dichter. Die heeft nu 8 punten weer dichter bij ons gekomen. In de constructor standing staan we nog steeds 5e met Haas. Renault heeft Toro Rosso ingehaald, over de rest verandert niet veel. Dan krijg je wel weer lekker 100 punten erbij. Ja, en de rivalry, ja, zie je dat Grosjean sowieso gaat winnen. We staan nu al 3 punten achter. Of er zou een mirakel moeten gebeuren. Ja, je ziet, de reputatie is wel redelijk voorlopig nog steeds sauber. Toro Rosso en McLaren. Een contract event. Even kijken naar de aanbiedingen. Oh, geen aanbieding. Ik ben nu first driver. Heb ik vooral gekregen. Maar ik heb geen contractaanbieding gekregen. Maar in ieder geval, jongens en meisjes, ik bedank je hartstikke voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Wil je meer van mij zien? En dan zie ik je graag terug bij onze home race. België, Spa-Francorchamps. Doei!